Zo, je wordt duizelig als je naar boven gaat bouwen. Holy frieten. Je bent ook even helemaal gedesoriënteerd. Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TDT Server Survival. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Eva en met Giel weer. En wij zijn vandaag weer lekker bezig met onze smederij. Ik ga even terug naar de spawn, want ik ga even een hele lading cobblestone ophalen. Ja. Schat, ga je mee of niet? Oké. Want dan kunnen we gewoon de hele kobbelkist... Kun je trouwens even kijken of je ook leer mee kan nemen? Leer? Oeh, ik ben bang dat we dat niet zullen hebben. Gok ik. Oh, item frames. Ja. Ik heb hier wel drie item frames toevallig gevonden in de kist. Ah, heel toevallig. Ja, dat is echt heel toevallig. Ik gooi... Mag rabbit hide ook? Nee. Niet? Oeh, nee. Wil je nog iron bars hebben? Want ik heb daar wel drie stacks van gevonden. Oh, hier, stack ladder. Kan. Oh, nou, blijkbaar heeft Eva het gevonden. Ja, ik weet echt niet waar we alles hebben, want het echt, volgens mij is echt alles hier... Oeh, een slightly damaged anvil. Dat is wel cool voor decor. Dat vind ik wel echt heel fancy. Ja, die is vet. Die moeten we meenemen. Wat ben je, Eva? Eva is bij mij. Ik ben nog even... Ik zal nog even een anvil meenemen. Zo, op. Nog een anvil. Ik heb nu 2 anvils ook voor je meegenomen. Dan heb je dat ook straks. Nee. Cobblestone. Die ga ik even helemaal leeg trekken. Alles wat ik mee kan nemen. Oké, ik zit vol. Ik kan niks meer meenemen. Ik ga weer even terug naar Giel lopen dan. Dan kan ik eindelijk die machine weer even aanzetten. Vergeet geen cobblestone mee te nemen, hè schat? Ik heb meegenomen. Oh, jij zit ook helemaal vol? Ja, niet met cobblestone, met andere dingen. Giel, maar... Giel. Hoi. Nou, niet wegrennen. Wat zit hier allemaal in die kisten dan? Ik ga je inhalen. Hier zit nog gewoon stone bricks in. Lol. Ik heb je ingehaald. Lol. Oh, hier zit zelfs mossstone in. Grappig. Oh, ja, meenemen. Ja, maar daar heb ik geen ruimte meer voor. Jammer dan. Maar het zit er wel in. Dus mensen, het zou wel super chill zijn als jullie allemaal weer op een duimpje omhoog drukken. Ik weet dat het ook weer schooltijd is voor de meeste mensen. Maar ja, toch gaan we weer lekker verder. Dus als je weer lekker uit thuis, of als je weer lekker uit school en thuis komt. Ja, heerlijk. Goed bezig. Oké, ik heb deze gevuld. Als jij die andere vult, schat, dan hebben we een beetje alle... Die in het linker. Ja, mag jij die vullen? Heb je veel? Nice. Waarom doe je andesite erin? Oh, oeps. Ja, oeps. Dan loopt dat ding er vast, druif. Oké, Giel, dit is voor jou. Kijk eens. Anvil, item frame, slab, packet stone. Heb ik daar ruimte voor? Dat is allemaal voor jou. Ik heb geen idee waar je het allemaal wil laten, maar dat is voor jou. Oké, dan moet ik even met Eva een plan gaan bedenken wat wij gaan doen. Ja. Wij moeten, denk ik, even dat plafond een beetje mooier gaan maken. Maar ja, dat is onze taak. Leuk. Wij krijgen altijd de leukste klusjes, weet je wel. Nou, je kiest het zelf uit. Ja, zou ik ook snel zeggen. Ik wil ook al ruilen. Hoor je de smoesjes van Giel weer? Kom maar, ruilen we. Nee, ik hoor smoesjes. Ik ga niet, nadat de smoesjes verzonnen zijn, ga ik ruilen hoor. Potverpielekus. Pielekus. Ja, echt hè. Bizar dat hij zo durft te doen. Schaf uit. Wat zei je? Hebben we een zwaarder die we kunnen ophangen, die we niet gebruiken? Ja, vast misschien. Wel. Ja, ik heb hier een. Kijk wel even ook. Ja, in de lobby van dat ding kun je... Volgens mij zijn er echt wel wat spullen die we niet gebruiken, die gewoon hier gebruikt kunnen worden voor decor. Dus op zich best wel cool dat we zo lekker... Ja, eigenlijk is dit... Ik vind het leuke opdrachtjes altijd. Gewoon een beetje bouwen wat de boel mooier maakt, eigenlijk. Ja, toch? Hier, die andere jongens zijn druk bezig met het land mooier maken en gezondheid. Gezondheid. En met hun gezondheid. Oh, weet je wat? Ik ga verder zo met mijn verhaal. Maar weet je wat helpt als je niet wil niezen? Heel hard ananas roepen. Ananas? Ja, dan stop je met niezen. Echt? Ja, dat hoorde ik gisteren voor het eerst. Vond ik wel grappig. Ik had een hele niesbui en iemand zegt, zeg ananas! Toen was mijn niesbuis weg. Of niesbuis, mijn niesbui, sorry. Ja. Allemaal leugens. Sorry. Dus, maar dat helpt, ananas. Heel hard ananas roepen. Ja, op dat moment zou ik denk niet aan denken om ananas te roepen, maar... Nou, ik heb nu elke keer als ik moet niezen, denk ik wel... Ik ga ananas schreeuwen, als het moet. Ananas! Ja, op zich ananas is wel lekker. Even kijken. Ik ben allergisch voor. Ja, dat wisten we. Dat wisten we. Jij hebt mij een ananas voor je verjaardag. Weet je wat ik zin in heb? Fruit en dan in kokosnootmelk. Dat is wel lekker. Maar ik wou zeggen, de rest van de jongens zijn super druk bezig met overige... Ze hebben trouwens met de overige dingen. En ze hebben een hele gigantische muur gebouwd. Was ik gisteren met Giel van aan het kijken. Dat is bizar. Iemand die heeft hier dus ook een ruimte gemaakt, zie ik. Ik weet niet van wie deze ruimte heeft bedacht. Ja, ik. Oké, maar ik ga hem even zo openhakken als je het niet erg vindt. Ja, mee eens. Mooi gezegd, hè? Mee eens. Ja, ik ben blij dat je daar mee eens bent. Mee eens. Ik wil gewoon niet meer emotie tonen, fuck it. Mee eens. Kijk, dan hebben we hier weer zo'n stukje waar we iets in kunnen zetten. Dus dat is wel mooi. Moet hier ook even weer zo'n vloer in knikkeren. Hop. Oh, dat is de verkeerde. Ja, als jij de vloer doet, dan moeten we even... Ja, heb je ook niet het gevoel dat je hier door de Mines of Moria heen loopt? Ja. Ja, dat was ook mijn idee. Maar dat vind ik wel echt heel cool dat je zo'n idee, zo'n gevoel krijgt. Want dat had ik ook meteen toen ik dacht van, oh, dat is wel echt best wel goed wat we doen. Ja, dat is van... Lord of the Rings. Ja. Welk gedeelte dan? Wat? Maar dan gewoon die berg, die met die dwarf. Oh, dat! Ja, ja, dat heb ik echt. Maar nou, ik heb die film nog nooit gezien, hè? Ja, ik wel. Niet? Oh, ik wel. Oh, heerlijk. Ik vind het echt jammer dat het gestopt is weer, weet je wel. Ik had eindelijk een keer weer zo'n gevoel van, oh, heerlijk. Ik vind dat echt zo fijn kijken ook, weet je wel. Hier komt er nog een stuk over de boogschieters, hoe heet ze ook weer, de elfen? Ja. Film over de elfen. Heb je trouwens gezien dat er ook een nieuwe Harry Potter komt? Ja, echt wel. Harry Potter. We zaten in de bioscoop. Ja, zonder grap. Echt, zaten in de bioscoop. Ik zei, ah, Harry Potter! En iedereen van, nee, echt niet. Ja hoor, ja. Boom, Harry Potter. Ik wist dat wel. Sorry, ik wist dat wel. Ja, jij wist het zelf ook niet. Je schreeuwde het gewoon. Dat is echt Harry Potter. Ja, tuurlijk. Ik kon het gewoon ruiken. Nee, ik wist dat ook niet. Ik zag aan een intro, dacht ik altijd van... Yo, Harry Potter. Ik hoef niet meer uit te leggen. Ik weet al genoeg. Ja, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja, wie zijn eigenlijk wel filmmensen? Ik ben wel een filmmens. Ik hou van films kijken. Oh, films. Echt wel. Ik vind het wel leuk, maar ik heb niet veel gezien of zo. Nee? Oh, nee. Heerlijk. Films is echt alles kijken. Voor mij. Dat is echt goed. Ja, dat is echt wel chill. Oké. Okay. Oh, hey, maar we moeten ik wil hier even een speciale hoek maken. Dus als je hier zo even kan kijken. Een speciale hoek? Ja, kijk. Ik wil hier zo'n twee van die furnaces naast elkaar. Twee van die grote furnaces. Nou ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Uit elkaar mooi aan, hè, wat? Ja, perfect. Ik ga nog even een vloer erin knikkeren. Snap je wat ik bedoel? Dan heb je hier zo'n twee furnaces hoeken. Oh ja, jij doet er zeker van die sters in. Maar dan heb je ongeveer even een ideetje van... Hey, laten we dat zo doen. Hier wil ik één dunne strook in gaan zetten. Niks. Nee. Zo, hier moet nog even wat in. In de hoeken. Daar moet wat in de hoek. Zo. Kijk, en deze muur moet... Hier moet een vloer in dan, schat. Zo. Doe maar, hup, hup. Aan het werk jij. Goed zo. Zo gaat echt super snel. Hè, wat zei je? Zo gaat lekker snel. Ja, we zijn allemaal super snel. En dan moeten we hier even kijken of we een boog... Ik wil hier eigenlijk een aflopende boog in gaan zetten. En bedoel je dat die hier nou deze kant op gaat? Nou, dat we dus dit krijgen, zo. Oh, zo, oké. Zoiets. Maar dan moet jij even iets voor gaan bedenken hoe je dat wil. Ja. Maar dat lijkt me wel vet om daar te hebben. Dan moet dat hier ook eigenlijk ook weg, hier zo. Ik heb echt zoveel rommel in me. Ja, ik heb ook echt... Je hebt een diamond sword, Eva, wil je die even oppakken? Die mag je hier even ophangen. Even kijken, ik maak hier nog even zo'n display menu. Nee, hier, kom maar. Hoe wil je die ophangen dan? Gewoon een item frame. Ja. Ah, op die manier. Oké, cool. Oeh, dit is zo leuk! Ja, dit wordt echt wel... Dit is echt wel best wel vet bedacht, dit. Dit is echt zwaar nice. En we zijn echt super tevreden, jongens. Meisje. Hop. Oh jee, alles eruit. Ja, ik maak even alvast weer nieuwe stone bricks. Nou, dit is toch op zich best wel een mooi project, eigenlijk zo. Ja, ik vind het van wel. We moeten wel even het plafond eruit halen hier, schat. Deze mogen we wel zeker recht tegen de dingen aan gaan zetten, hè? Want ik vind er wel in dit hoekje dat dit gewoon hier zo 1 op 1 strak moet. Niet met bogen erin verder. Het is tenslotte een smederij. Maar dat moet ook weer met stone bricks. Ja. Kijk, dit wordt een deze kant doen. Kijk, voor de rest kunnen we hier wel de andere dingen gaan doen. Waarom ga je nou deze kant op? Waar ik niet Sorry. Waarom ga je nou deze kant op? Daar ja, omdat dit nou de enige kant is waar ik niet kan. Het was rustig. Die zijn allemaal heel goed aan het helpen. Ik hoor water. Water? Ja, hier rechts is een bruggetje. Shit, laat me zitten. Ik hoor heel hard water. Ja, dus hier. Of is dat regen? Oh, ik heb mijn geluid uitstaan. Ik zag net de uitgang. Ik hoor keihard water. Volgens mij begin je gewoon gek te worden. Nee, het regent. Tada! Ja. Ik wist het, ik hoor water. Ik dacht van, wat voor gekke stroomversnelling hier dan weer, joh. Kijk, hier moeten we wel omhoog, denk ik zo. Om een beetje het steltje aan te houden. Toch, hebben we nog iron? Ja, ik heb iron hier. Ik wil meer lava hebben. Ik ga echt op zoek naar lava, jongens. Echt waar. Dit wordt de verhoging hier zo. Oké, dus dan moet dit er dus ook uit zo. Ik bedoel meer voor iron bars. Daar heb ik er 6 voor nodig. Oh nee, er zit echt superveel in het huisje. Schat, kan je die ophalen of weet ik alleen waar ze liggen weer? Wat? De iron bars voor Giel. Er ligt echt gelijk 2,5 stacks. Hier, ik heb iron bars, 2 stacks in mijn inventory. Nou, dat bedoel ik. Doe ze maar een kistje, alsjeblieft. Zo, we hebben wel weer een heleboel uitgehakt. Vergeet niet je kopstoom meteen aan te vullen op de dinges, hè? Zit in de kist, nee. Ik wil nu op zoek naar lava. Weet je wat dat? We moeten echt veel dingen. Ik ga gewoon bij mezelf kijken. Zijn er 2 furnaces? Of 4? Nee, dat betwijfel ik. Maakt ook niet uit. Heeft iemand nog stone bricks? Oké. Veel? Ik heb echt helemaal niks. Ja, en de kisten wordt ook in furnace. Hier heb je... Ja, maar daar zit, die heb ik al helemaal leeg getrokken. Hier, moet je 4 stacks stone bricks? Ik heb 4 stacks stone bricks. Zoveel? Mijn en dat echt toon. Ja, dat ga ik doen. Rustig. Weer potverpielekes. Moeten we ook even tijd geven om het te delen. Dit eruit. Had je de dingen in de kist gedaan? Welke dingen? Ja, denk je. Ja. Nee, Eva. Ik zie wat vind van deze verhoging zo? Ja, super. Okay. Dan kunnen we het altijd nog mooier maken door slabs te gebruiken, zie je dat? Daarom, ja, zo zat ik ook. Je kunt altijd later nog een beetje beter aanvullen, maar dat er in ieder geval... Zo, je wordt duizelig als je naar boven gaat bouwen. Holy frieten. Je bent ook even helemaal gedesoriënteerd. Ja. Nou, ik ben alweer dus door mijn stonebricks heen. Zo snel bouw ik dus. Sneller werken, hoppatee. Polished. We moeten hier eigenlijk nog een pilaar gaan bouwen, denk ik, hier. Ja, dat komt nog wel wat. Of een poort, een hele mooie poort, een brug, zo'n overheining. Kan ook nog. Waar kan ik nergens een bucket of lava vinden? Omdat lava niet echt handig is. Ja, dood en verderf, daarom. Lava! Dit is echt super cool dit, man. Holy shit. Maar is ook nog symmetrisch. Echt? Cirkel hierboven. Oh lol, niet eens over nagekeken. Nee, daarom. Nou, wel super nice. Wat gaan we hier eigenlijk achterin doen dan? Dat komt nog gewoon. Hier moeten we een soort limited hoekje van maken, een speciaal hoekje. Ah, ja. Daar kan je alleen maar speciale dingen krijgen of zo. Dat is ook wel cool. Ja? Vind je dat een goeie? Nou, dan vind ik dat we vandaag weer echt... We hebben best wel weer een heel stuk gedaan. We hebben weer 2 furnaces geplaatst. Deze hoek grotendeels afgemaakt. Voorin is af. Het enige waar we even op moeten wachten zijn dus dat deze cobblestone dingen echt helemaal af zijn. Dat gaat nog wel even zijn. Dat gaat nog wel even flink duren. Maar als het af is, dan zijn we echt super Rambo-mode gegaan. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe TDT Server Survival. Druk even alsjeblieft allemaal op het duimpje omhoog. En zoals gewoon gezegd, ik tegen jullie mensen altijd. Ciao! Yo!